Daar heb je een kleine blauwe truck. Zijn remmen doen het goed, zijn motor is in orde. En zijn toeter ook. Toet toet! Toet toet! Ik zit hier met mijn voorleesgezin en ik ga ze wat vragen stellen. How did you guys find out about Voorlees Express? Mama! So, a friend of ours are doing the program. And she's recommended it to us. She said that it was a good program. Her kids likes it. And yeah, I think that was it. And then we start to look from the website and looking for any other reference. And I think it's a good idea to help him speak Dutch. Ik wou dat ik een varkentje was. Niet zo'n varken om op te eten natuurlijk. Gewoon. Een varkentje dat buiten mag rondhollen, in de modder rollen en knorren dat het een lieve lust is. Iedereen die me ziet moet lachen. En als ik moe ben, ga ik lekker onder een boom liggen. En dan wacht ik gewoon tot mama me mijn eten komt brengen. De Voorleesexpress, ja, wat is dat? Voorleesexpress is een onderdeel van de organisatie Taal Doet Meer. En dat is een vrijwilligersorganisatie die... zich richt op taal en dat aan mindertaligen en mensen die vanuit het buitenland hierheen komen. En bij Voorlees Express is de bedoeling dat ik als vrijwilliger voorlees voor kinderen van de basisschool over het algemeen. Ja, want hoe ben jij bij de organisatie gekomen? Compleet per ongeluk, eigenlijk. Ik was op zoek naar iets van vrijwilligerswerk doen om... wat extra, ja, wat tijd voor mij te kunnen benutten om iets terug te kunnen geven. How are you enjoying it? Now with, I think this is like our 14th week that we've been doing the reading. So tell us about that. Apart for, yeah, you've been doing great. You did great. You, we love it. It's a good experience for both of us, not only for the kids, but us too. He's been getting excited to read with you. Fario, wat vind jij het leuk als ik kom voorlezen? Ja, heel mooi. Kwak, kwak, zegt eend. Doet paard. Wat was dat voor geluid? Toet, toet. Een goed kleine blauwe truck. Je lacht me toch niet uit? Do you read to your children as well yourself? And if so, in what language? Yeah, this is the one you always read for Faril every night. Yeah, Faril? Yeah. For lesson met papa of mama? Mama of papa? Mama. Yeah. Mama. Yeah. Okay. Yeah, we try to read. Yeah. We try to read to our kids at least once a day before going to bed. And ever since we moved here, we started to read in Dutch, even though we don't know how, but there's Google Translate. And ever since he's in the Voorlees Express, I think we've been doing better and better, hopefully doing better and better in Dutch. Elke dag ben ik omringd door bloemen. Die geven mij heerlijke zoete nectar. Ik wou dat ik een leraar was. Dan zeg ik. Nou heb ik begrepen dat je het maar 20 weken mag doen. Ja, klopt. De insteek is, en het is niet zo rechtlijnig. De bedoeling is dat vanuit Taal Doet Meer het 20 weken is. Dus met een paar tussenposes. Dus de allereerste keer is kennismaking. Dan bij de 10e keer komt de coördinator nog eens een keer terug om te kijken van nou, hoe gaat het nu? Wat vinden jullie ervan? En de 20e keer komt de coördinator volgens mij nog één keer om het af te sluiten. Hoe melden gezinnen zich aan? Gezinnen kunnen zich aanmelden via de school, de basisschool. En die weten contact te leggen met Taal Doet Meer. En dan heb je vrijwilligers nodig. Is er nog behoefte aan? Ja, er is zeker behoefte aan. Kom voorlezen bij ons. Het is ontzettend leuk. Je krijgt er heel veel voor terug. En je maakt er kinderen hartstikke blij mee. Dus het is win-win volgens mij. Ik kom op een verre planeet terecht. Daar wonen groene wezentjes. Ik vertel ze hoe het bij ons op aarde is. Dat vinden ze raar.